Er moet opheldering komen over de rol die Gerrit Zalm gespeeld heeft bij DSB Bank. Zalm was eerst hoofdeconoom en later financieel directeur bij deze bank, die vorige week boetes kreeg opgelegd van toezichthouder AFM. De SP wil nu weten of Zalm medeschuldig is aan de laakbare verkooppraktijken waarvoor DSB is beboet. Het begint allemaal gezellig als Gerrit Zalm in juni 2007 als hoofdeconoom aan de slag gaat bij DSB. En toch voelt het alsof Zalm het hol van de leeuw binnenstapt. Als minister van Financiën had Zalm de oorlog verklaard aan risicovol lenen en de voorwaarden voor verstrekken van krediet aangescherpt. Gerenommeerd minister. Ja, en dan de overstap naar toch een dubieuze bank als een DSB-bank, waar ook toen al hele slechte verhalen de ronde over deden. Dat heeft mij wel verbaasd. Maar volgens Zalm is DSB een nette club. DSB is heel selectief in aan wie verschaffen wij krediet. Dan moeten mensen echt dat kunnen hebben. En heel veel kredietaanvragen worden ook door DSB afgewezen, omdat het niet verstandig is voor de mensen om zo'n krediet te nemen. Bij DSB Bank betaalt u voor het afsluiten van een hypotheek geen variabele afsluitprovisie. Toezichthouder AFM denkt daar heel anders over. De bank krijgt een boete van 120.000 euro opgelegd, omdat het op een onverantwoorde manier hypotheken verstrekt. De interne regels waren zo opgesteld dat mensen een te hoge hypotheek konden krijgen. Veilig lenen viel juist onder Zalms verantwoordelijkheid. Ik mag me ook bezighouden met het probleem van de overkreditering, dat mensen te veel krediet zouden nemen. De SP wil daarom precies weten wat de rol van Zalm was. Ik vind wel dat hij openheid van zaken moet geven wat precies zijn rol is geweest bij DSB Bank. En of hij onderdeel van het probleem is geweest of onderdeel van de oplossing. Als Zalm niet uit zichzelf openheid van zaken geeft, dan gaat de SP Kamervraag stellen aan minister Bos van Financiën. Bos is nu de baas van Zalm, sinds Zalm leiding geeft aan Staatsbank ABN AMRO.